Zou je gewoon kunnen zeggen van nou, het is zoveel promotie. Ja, echt wanneer. En wanneer dat soort foto's steeds gepubliceerd worden, en, want ik maak hier ook dan een kort internetfilmpje voor de excursie zometeen. Voor Wadden.tv. Ja. En ik zei al tegen Erik, van ja, ik kan niet uit de voeten met die beelden van de leedlaars van de schorren. Dat past hier niet in. Vorig jaar heb ik het wel gedaan met die telling die Erik vrijgaf op zijn persbericht. Nou ja, dan kan je het een beetje combineren met de aantallen van de schorren en de aantallen hier. De boven de 500 zitten op Tessel. Dat is toch een goede promotie. Ik heb hier ieder jaar een paar foto's gemaakt uit Italië gemaakt. Ja? Die is het 2 jaar dichter is. Dat is een man die zelf zijn eigen fotostudio heeft. Het heeft exclusie voor heel Europa, maar natuurlijk. Oh, oké. Op jouw verslag. In die van jullie organisatie in Driebergen. Die had Erik Winkel benaderd. Of die foto's had gelabeld. En toen had hij een filmbeeld van Erik hem doorgegeven naar mij. Dus dat stel ik gewoon beschikbaar. Dat is voor jullie gebruik. Komt helemaal mooi. Ja. Ja, links zit hij dan in de boven. Ja, denk ik, ik zit nog net verborgen. Ja. Dan kan je zien hoe lang het strook is. Ja, daar loopt dan makkelijk gewoon door. Ja, en daarna... Ik zal aflezen. Dat kan misschien. De vorige keer stond hij onder deze kant. Dan staat hij er met een raadje dat zonder te stellen. Ik heb nog geen resolutie gehad. Ja, ik ben het uit, Alex.